Meneer Van Kraan, u is ondervoorzitter van de Federatie der Mechelse Meubelfabrikanten. Kunt u ons zeggen hoeveel mensen werken hier in het Mechelse in het meubelbedrijf? Ja, ongeveer 3000. Waarvan het er, dat maakt ongeveer 1/10 van de actieve bevolking van Mechelen. En die werken in hoeveel bedrijven ongeveer? Ja, in ongeveer 250 bedrijven. En daarvan zijn er een honderdtal aangesloten bij de Mechelse Meubelfederatie. Het is merkwaardig hoe in Mechelen weinig gesproken wordt over meubelnijverheid, meubelfabrieken, meubelbedrijven, maar wel veel meer van meubelmakers en meubelmakerijen. Dat schijnt wel te wijzen op een ambachtelijk karakter van de nijverheid in het Mechelse. We zijn hier in een groot ambachtelijk bedrijf waar 3/4 van het werk handwerk is. Bedrijven waar geen machines bij te pas komen, die bestaan praktisch niet meer. Meneer Van der Put, hoeveel mensen heeft u hier in uw bedrijf aan het werk? Ja, een normale 40-tal. Soms een paar meer, soms een paar minder. Ik veronderstel dat het allemaal geschoold personeel is? Ja, die meesten deze werken allemaal jaren bij ons. Er zijn er zelfs 3, 4 bij van 233 jaar. En verdienen die goed hun brood? Ja, een gewone sculpteur die verdient zo rond 40, 42 frank per uur. Hebben wij nog statuwijs of figuristen, zoals ze in Mechelen zeggen. Ja. Die kunnen tot 75 frank per uur verdienen. Nu, u heeft veel massieve, praktisch alleen massieve stijlmeubelen gebeeldhouwd. Die beeldhouwwerken daarop, wie maakt die tekeningen, die schetsen? Ja, voor 95% maak ik die zelf. Hebben trouwens altijd gedaan. Als ik te veel werk heb, dan krijg ik alleen hulp van buitenhuis. U heeft ervoor over de uitwerking van die schetsen en die tekeningen beeldhouwers. Hoeveel? 15. Nu willen we eens even gaan kijken naar een beeldhouwer, geloof ik, ja, die hier aanwezig is. Corneel, hoe oud zijt gij? 69, meneer. 69. Ik heb horen vertellen dat gij niet graag gepensioneerd wordt, maar liever doorwerkt. Ja, als ik moest gepensioneerd worden, bij een ogenblik, dan zou ik sterven. Dus is beter van voor te beter dan voor. Hoe lang zijt gij sculpteur? 47 jaar. En waar heb jij de stier geleerd? Ja, ik heb natuurlijk academie gedaan. Ja. Zonder dat je kunt tekenen, dan kun je geen sculpteur worden ook niet. Nee. Dat waar je aan bezig bent nu, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een entravert van een vitrine. En hoe lang werkt je eraan, dat stukje? 25 uur. Dank u. Meneer Van der Put, nog een laatste vraag. Waar zijn uw klanten op het ogenblik? Waar zitten die? Wel, voor de helft in binnenland, voor de helft in buitenland. Onze meubelen die zijn zo wat over een groot deel van de wereld verspreid. Van Indonesië tot in Los Angeles. De mechanisatie van het meubelbedrijf heeft meegebracht dat Mechelen concurrenten heeft gekregen in het binnenland. Hoe staat het nu met die concurrentie? Ja, vroeger was die concurrentie van het binnenland over enkele jaren zeer scherp door het ontstaan van nieuwe bedrijven in de Vlaanderen en in Limburg. Die dan ook door een nieuwe uitrusting en lagere lonen en sociale lasten, die dus het gevolg zijn van de lage lonen, meubel op de markt brachten die weliswaar het typisch Mechels meubel niet benaderde, doch zeer concurrentieel waren. Dat was het toestand dus enkele jaren geleden? Dat was vroeger. Ja, over enkele jaren. Nu heeft Mechels zijn machinale uitrusting aangepast met als gevolg een verhoging van de productiviteit. Daarbij komt nog dat de oprichting van diverse nijverheden in die gewesten als gevolg had er een verhoging van lonen die nu de onze benaderen. En dit laat ons toe onze Mechelse meubelstad zijn plaats te laten behouden. Dat nu voor de binnenlandse concurrentie, meneer Van Kraan, maar er is ook nog de buitenlandse mededinging. Hoe staat het daarmee? De buitenlandse concurrentie en de Nederlandse in het bijzonder
heeft voor enkele jaren weerschade berokkend. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de lage lonen en sociale lasten al daar. Dus dezelfde reden als voor de binnenland. Ja. Maar thans is deze concurrentie grotendeels uitgeschakeld wat het Mechels meubel betreft. Ja, het Mechels meubel dus, dat massieve, zwaar gebeeldhouwde stijlmeubel. Maar het moderne meubel, hoe staat Mechelen daar tegenover? Ja, voor het moderne meubel zijn er ook al een drietal fabrieken in Mechelen die zich in gespecialiseerd hebben. En door hun esthetiek en verzorgde fabricatie hebben die mensen wel hun plaats ingenomen op de markt. Ja. Nu, u als meubelfabrikant, hoe denkt u over de Euromarkt? Sinds het ontstaan der Euromarkt hebben we vastgesteld dat er op de verschillende meubelbeurzen, zowel buitenlandse als binnenlandse, veel interesse was voor het stijlmeubel. Maar dan het stijlmeubel wat aangepast aan de hedendaagse wooninrichting. En waarvan Mechelen met zijn rijke keuze nog steeds het monopolie blijft houden. Mevrouw, meneer, even een vraag. Is u van Mechelen? Nee, niet van Lier. En waarom komt u naar Mechelen meubelen kopen? Ja. Ze hebben mij aangeraden om eens komen te zien naar hier. Nee. U vindt Mechelen dus best voor meubelen? Ja, ik. Welke meubels verkiest u? Zijn dat stijlmeubels of zijn dat... Ik verkies stijlmeubel, meneer. Welke stijl bepaalde ik zo? Ja, Bretons. En uw goesting is ook zo? Daar ken ik niks van. U kent er niks van, maar antwoord wel doen, zeg. Ja, wel mee. En u verkiest dus het Mechelse meubel. Welke stijl verkiest u, meneer? Komt u wat dichter? Moderne stijl. Moderne stijl. Ja. En dus u hoopt moderne stijl te vinden in Mechelen? Denk het wel. Vandaar is u als lid. En komt meubelen kopen in Mechelen? Kom, waarom? In Mechelen. Omdat er zo kind is hier. Omdat Mechelen gekend is voor zijn meubelen. Welk soort meubelen verkiest u wel? Waar houdt rustieke u van? Meubelen. Rustieke meubelen. Nee, u is van Brussel. En ja. U komt naar Mechelen meubelen kopen? Meubelen zien. Waarom? Waarom naar Mechelen? Zijn er in Brussel geen? Center van de meubels, denk ik. U is ook van dat oordeel? Ja. Welke meubels verkiest u? Welke stijl of zo? Ik weet het niet. U weet het niet. Heeft u een voorkeur? Ik ken er niks van. U komt maar eens kijken. Wij zijn van de streek van Leuven, meneer. Van Leuven. U komt ook naar Mechelen, omdat Mechelen... Omdat gekend is voor de meubelen. Gekend voor de meubelen. En welke stijl verlangt u te kopen of te kiezen? Ik heb Louis XV voor de salon kwam, meneer. Waarom eigenlijk in Mechelen? Wel, het is een centrum, hè. Een speciaal. Er is veel keus. We weten dus in het algemeen, er is een flinke publiciteit ook voor Mechelen. En over het algemeen mogen we toch zeggen dat er flink veel te zien is. Meneer directeur, wanneer krijgt u in uw zaak hier de meeste klanten? Ja, de weekend is voor ons wel bijzonder gunstig. Zaterdag en zondag. En op zo'n zaterdag, like vandaag precies, een zaterdag en middag, van waar komen al die mensen, die klanten? Oh, die komen uit het hele land vandaan. Zowel uit Wallonië als uit Vlaanderen. Ik kan ook uw steden noemen die bijzonder veel volk brengen. Dat is bijvoorbeeld Brugge, Oostende en dan uit Wallonië bijzonder Charleroi, Luik, Haarlem.